geen stoppen met werken. Want heel veel van die mensen in die vitale sectoren, heel veel. Stel je voor, je werkt in de afvalverwerkende industrie, bijvoorbeeld als vuilnisman. Of je doet zwaar werk in een van die andere vitale sectoren. Dan wil je maar twee dingen. Een eerlijke beloning voor het feit dat jij het afgelopen jaar keihard hebt door moeten werken. En op tijd kunnen stoppen met werken. Dankzij het pensioenakkoord kan dat. Maar nu moeten de werkgevers wel over de brug komen. En dat krijgen wij samen voor elkaar.